VVV-TV is mede mogelijk gemaakt door HME Werkplek Inrichting, Saturn Maas Boulevard Venlo, Sikon Logistics en Auto Arena. Hallo en welkom bij VVV-TV. De Vastelovende zitten weer op. En voor wie het heeft gemist in die drukke dagen, VVV speelde Vastelovend zondag natuurlijk de uitwedstrijd op bezoek bij Telstar. We gaan zo meteen eens even kijken hoe de ploeg het er vanaf bracht in Velzen. In deze aflevering ook het 1-2-3'tje. En deze keer is het de beurt aan Frank van Kempen. We blikken vooruit op de wedstrijd van zondag tegen Achilles. En de mooiste momenten van de maand februari. Dat is allemaal zo meteen. Eerst terug naar afgelopen zondag. De carnavalswedstrijd van VVV op bezoek in Velzen. VVV dat met een overwinning op laagvlieger Telstar zou inlopen op koploper Dordrecht. Dat eerder in het weekend met 1-1 gelijk speelde tegen Fortuna Sittard. Maar al na 2 minuten de voorsprong voor de thuisploeg. Kevin Brands via het been van Pim Balkenstein. 1-0. En een paar minuten later wordt het ook al 2-0. Johan Koelhan. Mooi schot en Maempa dus gepasseerd. Dan doet de VVV toch nog iets terug. Het is Leon de Kogel die voorzet op Ozan Turik. En hij tikte 2-1 binnen. In de tweede helft Harry Ashcroft. Had zijn debuut bijna bekroond met een doelpunt. Maar kopt op de lat. Kwam in het veld als vervanger van de geblesseerde Guus Joppe. Na een uurtje spelen nog een blessure. Ditmaal ligt Randy Wolters op de grond. Kan niet verder en moet vervangen worden door Dion Gijzen. En dan is dit dus een hele nare middag voor hem en zijn ploeg. In blessuretijd wordt het nog iets erger, want Van Essen maakt er ook nog 3-1 van voor Telstar. De stand met nog 9 wedstrijden te gaan. VVV verzuimt in te lopen op FC Dordrecht en verliest zelfs een plaatje. Staat nu 4e. In de wedstrijd tegen Telstar vielen Guus Joppe en Randy Wolters uit met een blessure. Wolters heeft last van zijn hamstring, Joppe van zijn lies en ze zijn er zondag tegen Achilles allebei niet bij. Ook niet erbij zijn Ozan Turing en Pim Balkenstein. Zij pakten tegen Telstar hun 5e gele kaart van het seizoen en zijn geschorst. Niki Maempa heeft woensdag met Finland op bezoek bij Hongarije met 1-2 gewonnen. De Finnen wonnen door goals van Pojanpalo en Eremenko. Maar Empa speelde de hele wedstrijd mee. We gaan verder met het 1-2-3'tje. Deze week de voorspellingen van assistenttrainer Frank van Kempen. Dit is het 1-2-3'tje waarin de VVV'ers voorspellen in welke wedstrijd de thuisploeg wint, in welke de uitploeg en welke wedstrijd er eindigt in een gelijkspel. Dit waren vorige week de voorspellingen van Harry Ashcroft. Hij had wat pech, onder andere met zijn eigen ploeg en voorspelde geen enkele wedstrijd goed. Met de doelpunten doet hij het gelukkig beter, daar pakt hij toch nog 8 punten mee. Daardoor komt hij in ieder geval net boven de laatste plaatsen. En dit is het programma van deze week. Frank van Kempen, wat is jouw 1-2-3'tje? Mijn eentje is Willem II FC Os. Willem II is gewoon veel te sterk voor FC Os, punt. Mijn tweetje is Achilles VVV. Zijn gewoon te sterk voor Achilles. Drietje is MVV Helmondsport. Helmondsport sprokkelt de puntjes bij elkaar. MVV is de laatste tijd ook goed bezig. Toch verwacht ik gewoon een gelijkspel. Ik denk dat er deze speelronde 31 doelpunten gaan vallen. Dankjewel Frank en we zullen volgende week zien wat je ervan gebakken hebt. Frank van Kempen verwacht een overwinning van zijn ploeg in Groesbeek. En het zou natuurlijk al mooi zijn als VVV tegen de hekkensluiter die Zeeport van afgelopen zondag weg kan spoelen. Maar de trainer mist natuurlijk wel een hoop spelers. Onder andere Randy Wolters. En met hem en Quint Kruijsen blikken we vooruit op de wedstrijd van zondag. Voordat we het gaan hebben over de komende wedstrijd tegen Achilles, eerst nog even terugkomen op de wedstrijd tegen Telstar. VVV verloor daar niet alleen hele dure punten, maar ook nog een hoop spelers. Waaronder Randy Wolters, die er de komende tijd niet bij is vanwege een hamstringblessure. Ja, sowieso de komende 2-3 weken zet ik sowieso uit mijn hoofd.
En ja, we willen niet een tijd eraan verbinden omdat je dan misschien gaat forceren, zeg maar. Maar voor mij is het gewoon vrij lastig, omdat ja, ik ben nog nooit geblesseerd geweest. En, ik heb er best wel moeite mee om ermee om te gaan, maar ja, die boys en de staf die helpen mij er ja, vrijwel goed in, zeg maar. Dus ja, we moeten kijken hoe of wat. Wolters was in de thuiswedstrijd tegen Achilles overigens nog belangrijk voor VVV. Hij maakte de openingstreffer in de met 2-0 gewonnen wedstrijd. Het is de eerste goede aanval van de thuisploeg. Rijmerink, Yuki eroverheen en Randy Wolters bij de tweede paal die de 1-0 voor het intikken heeft. Naast Wolters ontbreken er zondag nog een hoop spelers. Naast de langdurig geblesseerde ontbreekt ook Guus Joppe wegens zijn blessure. Turk en Boukenstein zijn geschorst en achter de namen Sevens, Rijmerink en Post staat nog een vraagteken. Een flink uitgedunde selectie dus. Je hebt iedereen keihard nodig nou en ook belangrijke spelers. Als je die mist dan, ja, dan moeten andere spelers het doen, maar het is altijd lastig als je goede spelers mist. Afgelopen week verloren dan van een laagvlieger Telstar. Nu moet je tegen de Hekkensluiter. Is dat dan de ideale wedstrijd om zo'n kater van tegen Telstar weg te spoelen? Ja, laten we dat hopen. Ik denk dat Achilles, ja, ze hebben de topklasse dat goed gespeeld, maar ik denk dat ze net iets zwak zijn voor de Jupiler League. En daarom staan ze ook onderaan en moeten gewoon 3 punten gepakt. Ja. Hoe wordt het om toe te kijken? Ja, heel lastig. Ik heb het daar niet zo op. Ik zat van de week ook al trainen te kijken en ja, dan kriebelt het heel erg. Ik wil gewoon op het veld staan. Dat is mijn ding en dat is waar ik goed in ben. En dan ja, is het frustrerend dat je ook in je ontwikkeling nu wordt belemmerd, zeg maar. En ik wil graag belangrijk zijn voor de club en voor het team. En ja, dat kan nu niet op dit moment. En ja, dat is heel erg frustrerend. Dus ik zit denk ik met pijn in het hart te kijken. De wedstrijd in Groesbeek tussen Achilles en VVV zondag om 2:30. We sluiten deze week af met de mooiste en leukste momenten van de maand februari. Veel plezier daarmee en graag tot volgende week. Joost? Nou, doe verkeerd, hè? Moet deze hebben. Zondag. Ja? Gedem. Ik woon in Gedem wonen. Ah. Ja. Oké, en wat is jouw club dan? Vitesse. Wat een jongen. Jij hebt toch gewonnen, of niet? Ja. Van wie hebben die gewonnen dan? De amateurs. Niels, kom eens hier, jong. Niels. Had jij touwtjes in handen gekregen? Ik heb banden, jongen, in Gedem. Ja, bij het eerste van Vitesse 08. Ja. Achilles, winnen 5-0. VVV TV is mede mogelijk gemaakt door HME Werkplek Inrichting, Saturn Maasboulevard Venlo, Sikon Logistics en Auto Arena.